Eten. We zijn erg blij dat we weer een nieuwe bijeenkomst hebben van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn in het nieuwe studiejaar. We zijn heel erg blij dat we weer meer kunnen bieden aan onze studenten in de gebouwen en op de terreinen van onze hogescholen en universiteiten. En we hopen dat jullie daar ook blij mee zijn en studenten hebben kunnen ontmoeten. Vandaag hebben we weer een mooi programma voor jullie, nog steeds digitaal. Met alle uitdagingen die dat soms met zich meebrengt, zoals jullie merken. In beeld zien jullie het programma van deze ochtend. We hebben een hele interessante plenaire spreker waar ik erg naar. Marieke, je bent weer op mute. Marieke, je valt bij ons weg. Ja, ik heb problemen met mijn microfoon. Zal ik nog een laatste poging doen? En als het dan niet lukt, Joy, zal ik jou vragen het stokje over te nemen. Want ik weet niet precies wat er met mijn microfoon aan de hand is. Ja, laten we dat doen. Ik zei het programma, dat hebben we net in beeld gezien. Ik kijk daar erg naar uit. Misschien goed om nu de volgende dia te laten zien, want deze dia hebben jullie al een tijdje bekeken, denk ik, terwijl ik aan het praten was. Ja, vanmiddag is er nog een informatiesessie die ECNIO jullie graag wil aanbieden. En daarvoor geef ik heel graag het woord aan Judith, voor een korte toelichting daarop. Dankjewel Marieke. Ik hoop dat ik ook te horen ben, dat het niet besmettelijk is, maar hopelijk gaat het goed. Vanmiddag na afloop van deze ook al mooie bijeenkomst, nog eens 3 kwartier van harte welkom. Een aantal van jullie hebben zich daar ook al voor aangemeld. Een praktische informatiebijeenkomst over hoe het is om te studeren en je zwanger bent of ouder bent, studerende ouders, zwangere studenten. Mocht je je nog niet opgegeven hebben en het wel interessant vinden, kom er bij. En dat kan eenvoudig ook via deze teamlinks waar we nu in zitten. Dus vanaf 11:45 ook nog meer informatie over deze groep studenten. Interessant, dankjewel Judith. Voor de mensen die misschien nieuw zijn in het netwerk, stel ik heel graag de stuurgroep nog een keer voor. Dat zijn collega's van hogescholen en universiteiten in Nederland die proberen samen met ECIO deze bijeenkomsten vorm en inhoud te geven. En ik mag daar namens de UU, Universiteit Utrecht, de voorzitter van zijn. Maar er zitten nog een aantal andere waardevolle en belangrijke collega's in. En jullie zien in beeld wie dat zijn. Heel graag introduceer ik een nieuwe collega bij jullie. Dat is Rob. Rob Vase, is mijn geluid weer gedempt? Nee, gaat goed. Oké. Rob Vase is nieuw in ons gezelschap. Van harte welkom Rob, ik zie je in beeld. Jij hebt Ger Bone opgevolgd, die een andere functie is gaan bekleden binnen de Radboud Universiteit. En jij bent Head of Student Affairs, dus we zijn erg blij dat je ons wilt komen versterken. En jullie zullen allemaal Rob vast in de toekomst tegenkomen. Het zij hopelijk live en anders in een van de digitale themasessies. Oké, dan zijn er nog een aantal mededelingen die wij wilden doen. Ik noemde net al de heropening waar we allemaal blij mee zijn, maar wellicht zijn er ook wel zorgen. Het is natuurlijk niet zo dat de impact van corona meteen weg is, integendeel. Ik denk dat jullie daar allemaal ook vanuit jullie functies bij betrokken zijn. En we zijn heel erg benieuwd om met jullie daarover in contact te blijven. Wat merken jullie, wat er leeft en speelt onder studenten? Wat is actueel? En een oproep om eigenlijk initiatieven die jullie aan het ontwikkelen zijn, vooral ook te delen. De vorige keer noemden we al de NPO-gelden die alle hoger onderwijsinstellingen hebben gekregen. Nou, onder andere om studentenwelzijn en de effecten van corona tegen te gaan en studentenwelzijn te bevorderen. Dus heel graag willen we daar de volgende bijeenkomst ook wat nader bij stilstaan. Daarover ervaringen delen. En dat doen we dan in die themasessie bestuurlijk, zoals ook hier in beeld staat. De oproep daartoe zullen we delen in de community, de LinkedIn-community. Nou, daar zijn al heel veel mensen lid van geworden, maar kan nog altijd meer bij, dus hou die ook vooral in de gaten. En ik denk dat ik ook Joyce nog heel even het woord geef over de kennisbank studentenwelzijn, om daar nog iets over te vertellen. Yes, ja, misschien leuk om met jullie alvast te delen. Eerder is ook gesproken in het netwerk.
Naast de LinkedIn community, waar Judith nog een keer de link van zal delen in de chat, zijn we ook druk bezig met het ontwikkelen van een landelijke kennisbank studentenwelzijn. Zoals veel van jullie weten verzamelen we heel druk onderzoek, praktijkvoorbeelden, tips. Die zijn allemaal al te vinden op de ECO-website onder het kopje studentenwelzijn. Bij input mogen jullie altijd en nog steeds naar mij opsturen. Dat is heel welkom. Maar we willen dit graag wat meer gaan structureren en hier echt een aparte website en omgeving voor ontwikkelen. En daarmee hopen we jullie ook nog meer en nog beter te faciliteren in kennis. Dus deze kunnen jullie in het najaar verwachten. We zijn nu druk bezig om de website verder te bouwen en te vullen. Dus ik zal jullie zeker een seintje geven ook als die wordt gelanceerd. Ja, super. Nou, het laatste wat we nog weer uit wilden lichten is de kennismaking met de stuurgroep. Daar zijn korte voorstelstukjes op internet geplaatst op de website van ECIO. Aarzel ook niet om ons te benaderen mocht je vragen hebben of ideeën of suggesties. En in beeld zie je het voorbeeld van José, collega José van Fontes Hogescholen. Dat waren denk ik de mededelingen en dan wil ik heel graag Joyce het woord geven om onze plenaire spreker te introduceren. Ja, dankjewel Marieke en dankjewel voor deze introductie en mededelingen. Dan is het nu inderdaad tijd voor onze spreker Eveline Meets. Nou, velen van jullie zullen Eveline misschien al wel kennen vanuit studentenwelzijn en als onderzoeker. Want Eveline is namelijk verbonden aan de Hogeschool Fontes, maar ook schrijver van het boek Een leven lang kiezen. Ik heb hem hier voor me liggen. En ik dacht misschien leuk om kort ook iets uit te lichten van de introductie achter op het boek. Daar staat namelijk: steeds meer mensen worden in hun dagelijkse leven belemmerd door keuzestress. Hoe kan je als coach iemand begeleiden bij het maken van een keuze? En wat is eigenlijk een goede keuze? Want de keuzestress in onze maatschappij neemt toe, waardoor welbevinden afneemt. Nou, leek ons ontzettend interessant om vandaag verder in te gaan op het thema het maken van een studiekeuze. Actueel, ook weer bij de start van het nieuwe jaar. Maar ook motivatie. Hoe houd je nou de motivatie van een student vast? En hoe ga je daar goed het gesprek over aan met een student? Nou, Eveline gaat ons daar meer over vertellen. En onder andere over haar welzijnsinstrument, de startthermometer. Ik ga dan nu ook stoppen met het delen van deze presentatie en geef Eveline heel erg graag het woord. Dankjewel Joyce en goedemorgen allemaal. Ook dank aan de organisatie voor de uitnodiging. Ik voel me vereerd dat ik hier voor jullie mag gaan spreken. Ik zal even mijn presentatie ook gaan delen natuurlijk. Volgens mij zien jullie hem al in beeld. Ik kan jullie nu niet meer zien, maar de manier waarop ik af en toe interactie zal zoeken is via Joyce. Dus dan weten jullie dat alvast. Ik heb ook één of twee momentjes erin gezet waarin ik aan jullie een vraag wil stellen. Nogmaals, goedemorgen. Ik wil het met jullie over studiekeuzes en motivatie gaan hebben en hoe we dat binnen Fontes hebben omgezet naar een praktisch instrument. En daar kom ik dan ook later nog op terug. Ik ga jullie eigenlijk meteen doornemen in de rode draad die ik aan jullie wil voorleggen. Jullie kennen vast wel het volgende gezegde. Geef een man een vis en je geeft hem voedsel voor een dag. Leer een man hoe hij moet vissen en je geeft hem voedsel voor de rest van zijn leven. En dit gezegde zou je eigenlijk ook op studiekeuzes kunnen plakken. Althans, zo zie ik het in mijn hoofd. Het is mooi als wij als begeleiders binnen de hogeschool of op de middelbare school of middelbaar onderwijs, beroepsonderwijs, die student de juiste studiekeuze kunnen laten maken. En juist vind ik al een heel eng woord, maar een passende zou ik dan beter kunnen zeggen. Maar het zou nog mooier zijn als we die studiekeuze, dat moment, als ervaringsmoment kunnen aangrijpen om die student of die leerling te leren kiezen. En dan mag het dus fout gaan en dan kan het dus ook fout gaan. En dat is helemaal niet erg, zolang je dus maar van die keuze leert en de volgende passender maakt. En dat is een beetje de rode draad van het verhaal van vandaag. Daar kom ik straks uiteraard nog een keer op terug. Wat wil ik met jullie de komende half uur bespreken? Ja, ik ben voornamelijk aan het woord helaas. Ik kan jullie ook niet echt zien of voelen, maar ik ga in ieder geval het volgende met jullie doornemen, namelijk keuzeprocessen. Ik ga een stukje theorie en onderzoek met jullie delen.
De zelfdeterminatietheorie, bij jullie, velen van jullie waarschijnlijk al best bekend. En een uitvloeisel daarvan, de startthermometer als praktisch product eigenlijk vanuit die theorie en vanuit dat onderzoek. Als eerst wil ik jullie een vraag voorleggen, eigenlijk een stelling. Namelijk de stelling is als volgt, de motivatie voor de start van de studie is een belangrijke voorspeller van studiesucces. Is dat waar of niet waar? En om de chat niet te laten vastlopen, hadden we bedacht dat het handig zou zijn als je het er mee eens bent, dat je dan je handje opsteekt. En als je het er niet mee eens bent, gewoon niks te doen. Dus laat je mening horen met een handje of juist niet. Op de stelling, de motivatie voor de start van de studie is een belangrijke voorspeller voor studiesucces. En terwijl de handjes misschien wel of niet binnenkomen, daar ga ik dadelijk aan Joyce vragen, is misschien wel goed om te vertellen. Dit was een van de hypotheses voor mijn proefschrift. Ik was op dat moment onderdeel van het programma of het project De Studiekeuzecheck. Bij velen van jullie wel bekend waarschijnlijk, dat een student kan checken of die aan de juiste tafel van de juiste opleiding zit voor het kiezen van een studie. En wij hadden motivatie als groot onderdeel van de vragenlijst die wij toen hanteerden. En ik dacht, nou, als motivatie hetgeen is waar we naar moeten kijken, dan hebben we de sleutel in handen voor studiesucces. En studiesucces was toen het wel of niet uitvallen in of na het eerste jaar, of het wel of niet behalen van je propedeuse. Dus dat is even de hele enge zin van het woord studiesucces, want we weten inmiddels allemaal dat dat een bredere begrip is. Joyce, zijn er wat handjes omhoog gegaan? Zeker. Ik zie, blijf nog binnenkomen, maar er zijn inmiddels 57 handjes omhoog gegaan. En er zijn ongeveer, zag ik net, 125 mensen aanwezig. Nou ja, ongeveer de helft zegt waar. En ik zag dat ook onder andere de voorzitter van de Landelijke Vereniging van de Studieadviseurs ook aanwezig is. Dus wellicht kan zij nog kort toelichten wat haar blik daarop is als studieadviseur. Ik weet niet of jij aanwezig bent, Mirjam. Ja, ik ben hier en... Even kijken, ja, nu kunnen jullie mij ook nog zien. Ik had inderdaad het handje opgestoken omdat ik in ieder geval het idee had dat de motivatie, in ieder geval een goede kwaliteit van motivatie, een belangrijke voorspeller is, denk ik, aan hoe hard een student aan het werk gaat. En dat is dan weer van belang hoeveel succes er is in de studie. Dankjewel voor je antwoord. En het is een hele logisch antwoord, En ik had het ook in mijn hoofd toen ik het hele proefschrift ging onderzoeken of in ieder geval schrijven. En ik was dus ook teleurgesteld toen bleek dat het niet waar was. En waar het in hem zit is dat ik in de zin heb geschreven voor de start van de studie. Want motivatie is natuurlijk zeker, anders hadden we deze plenaire sessie niet over motivatie. Het is zeker een belangrijk voorspeller voor studiesucces. Maar als je het voor de start van de studie bevraagt aan studenten, en zeker in de vorm zoals wij dat hebben gedaan in schaaltjes, een vragenlijst, dan blijkt dat veel studenten hun beeld, laat ik zo zeggen, de motivatie hebben gegrond op het beeld wat ze hadden van de opleiding. En dat blijkt dus niet helemaal overeen te komen met de realiteit, zoals we weten. Dus ze hebben andere verwachtingen, waardoor die realiteit dus niet overeenkomt met die verwachtingen en ze teleurgesteld raken. En dan heeft die motivatie voor de start van de studie eigenlijk niet zoveel zin, want die is er dan niet meer. En daar kom ik dadelijk nog even op terug, want we hebben daar nog wat nader onderzoek op gedaan. Maar dit is in ieder geval goed om te weten. En dit was ook eigenlijk een aanleiding om die startthermometer te gaan ontwikkelen. Want we hadden bedacht, nou, de studiekeuzecheck, dat wordt het ei van Columbus. Nou, moet ik heel eerlijk zeggen dat ik dat zelf niet helemaal dacht. Maar het was toch wel een teleurstelling dat het anders werkte dan we hadden verwacht. En dat is daar, die motivatie was daar een onderdeel van. Dit is de keuzecirkel en dit is gebaseerd op identiteitstheorie van de schrijvers en de auteurs die hieronder staan. Ik heb ook voor de geïnteresseerden op het eind van de presentatie ook een overzichtje met referenties als je nog wil doorlezen. En heel platgeslagen komt het er eigenlijk op neer dat als mensen identiteitskeuzes maken, dat ze in het echte leven gaan ervaren hoe die uitpakken. En dan iets denken, iets voelen, er iets bij voelen dus en ervaren.
En dan is het nog, er is een essentieel element wat dan nodig is om de keuze te kunnen doorlopen, de keuzecirkel moet ik zeggen. En wie heeft misschien een mening of een idee, en dan kun je misschien kort in de chat zetten, wat er op het pijltje zou moeten staan waar nu een vraagteken staat. Welk essentieel onderdeel ontbreekt hier nog als je keuzes maakt? Dan ga ik even weer naar Joyce en dit is, blijf ik aan het woord, anders dan ga ik te veel wisselen. Maar misschien nu nog aan Joyce de vraag of iemand al iets in de chat heeft getypt. Kom binnen. Ik zie in ieder geval binnenkomen reflecteren, terugblikken, informatie. Misschien iets als bewuste reflectie. Reflectie komt vaker voor. Beslissen, verwachting. Vooral reflecteren zie ik vaker terugkomen. Oh, fijn. Ja, precies wat het is. Reflecteren, het bewust stilstaan bij. Terugkijken op. Ja, je kunt het allerlei woorden geven. Reflecteren is in ieder geval iets wat studenten iets minder een leuk woord vinden meestal. Maar je kunt het noemen zoals je wil. Maar als je eenmaal hebt ervaren, dan is het... Zou het mooi zijn als je bewust even kan stilstaan zelf. En als je jonger bent, liefst nog met iemand anders die jou daarbij helpt. Bij die keuze en dus die keuze dan opnieuw te maken. Of je bij de keuze blijft of niet. Zo ook bij je studiekeuze. Ik heb nu een aantal weken zit ik op school. En wat vind ik nu van die docenten? Wat vind ik nou van mijn medestudenten? Wat vind ik van de leereenheden die ik moet volgen? Is dat iets wat ik had verwacht? En als je dat ervaren hebt en met iemand anders kan bespreken... Kun je de keuze maken dus om te stoppen of verder te gaan. Want elke keuze blijf je eigenlijk deze cirkel doorlopen. Of het nou om een relatiekeuze gaat. De keuze voor een huis, de keuze voor een baan, de keuze voor een studie. Eigenlijk doorloop je bewust of onbewust altijd dit proces. En die startdiameter komt inderdaad bij dat ervaren en reflecteren om de hoek kijken. Dus dat is een essentieel onderdeel, dat ervaren en reflecteren bij het maken van keuzes. Daar kom ik dus straks op terug, op het eind, op die startdiameter. Belangrijk is dan te weten, wat motiveert jou? Want als je weet wat je motiveert, kan je makkelijker passende keuzes maken. En de zelfdeterminatietheorie, die heeft eigenlijk 6 type motivaties onderscheiden. En ik ga het nu een beetje behapbaar maken door het in 3 blokjes aan jullie te presenteren. Namelijk, er bestaan motivaties vanuit het willen. Dus dat je zelf echt iets wil, en dat noemen ze autonome motivatie. Uit die theorie. Dan heb je motivaties die meer komen vanuit het moeten. Je moet iets van jezelf of je moet iets van anderen. Dus je ervaart druk vanuit jezelf of vanuit anderen. En dat noemen we gecontroleerde motivatie. En dan hebben we nog een gebrek aan motivatie. En dat wordt amotivatie genoemd. Nou, dit zijn 3 blokjes motivatie. En het zou dus mooi zijn als je door middel van het doorlopen van die keuzecirkel... erachter komt wat jou motiveert en niet. Maar dat betekent dus ook dat je soms moet durven kiezen en het dan moet ondergaan en ervaren. Want dan kun je uitpluizen wat de dingen zijn die jou gecontroleerde motivatie geven of die jou echt motivatie geven vanuit het willen. En soms besef je dat pas als je daar echt even voor gaat zitten. Althans, ik heb het ook bij een aantal activiteiten van mezelf gedaan en ben erachter gekomen, dit doe ik eigenlijk helemaal niet omdat ik dit wil. Dit doe ik omdat ik me anders... schuldig voelt ten opzichte van anderen of ten opzichte van mezelf. En dat betekent al dat je iets moet van jezelf. Nou, als je daar steeds meer achter komt en bij de een gaat dat sneller dan de andere, en hoe ouder je wordt, hoe makkelijker dat dan ook gaat, denk ik, kom je dus achter jouw motivaties. Dus je maakt betere keuzes omdat je weet wat jou motiveert. Ja, dat ligt voor de hand natuurlijk. En het andere is ook waar, je weet pas wat je motiveert totdat je keuzes maakt. Dus vandaar dat die keuzecirkel eruit ziet zoals je eruit ziet. Nou, die motivaties die hebben wij onderzocht. Deze 3 soorten van motivatie. En wij zijn dus binnen Fontys, hebben we voor de start van de studie dus gemeten. Hoe ziet jouw motivatie eruit? En we hebben gekeken naar de eerste lesperiode. Als alle studenten tentamens hebben gemaakt, alles hebben ervaren. Dus die docenten, die studenten, al die leereenheden. Maar ook... hoe moeilijk of makkelijk was een tentamen, hebben we nog een keer gevraagd, hoe zit je er nu bij qua motivatie? En ik ga nu niet terugkoppelen naar Joyce, maar misschien kun je voor jezelf bedenken, wat gebeurt er nu na die stippenlijn, dus na de start van de studie? In ieder geval is het zo dat iedere student, overdreven gezegd, ik denk 90% van de studenten,
Althans, die begint echt intrinsiek aan een studie. Dus die heeft echt wel zin om aan die studie te beginnen. En dat is maar goed ook, want dat is eigenlijk wat we willen natuurlijk. En die andere motivaties, die zitten wat meer op de achtergrond op dat moment. Echter, als we na de start van de studie gaan meten, dan zien we die goede motivatie, hè, vanuit het hart, vanuit het willen, dat die krimpt. En dat die minder mooie motivaties vanuit het moeten en die aanmotivatie, dat die groter worden na de start van de studie. Dit zijn gemiddeldes over alle FONTE-studenten, dus alle soorten opleidingen zitten hierin. Het is nog heel erg leuk om te kijken of er verschillen zitten tussen soort studenten van soorten opleidingen. Maar over het algemeen ziet het er zo uit. En nu is het natuurlijk zo dat niet iedereen alleen maar intrinsiek of alleen maar gecontroleerd gemotiveerd is. Dus met andere woorden, iedereen van ons heeft een pakketje in ons. En ook een pakketje om bijvoorbeeld naar deze presentatie te luisteren. Een pakketje om straks bij een vergadering te zitten of je bed uit te komen en naar je werk te gaan. Er zit iets van intrinsieke motivatie, er zit iets van gecontroleerde motivatie. Omdat je van jezelf moet of van ander moet. En als je er helemaal geen geld voor zou verdienen, ja, is de vraag, zou je dan ook nog op die manier naar je werk gaan? Dus er is altijd een mix van motivaties. En die mix die hebben wij ook gemeten, want dat is een eigenlijk reëler beeld. En we noemen dat de kwaliteit van motivatie. En je kunt je voorstellen dat als die willenmotivatie veel aanwezig is en die andere niet, dat de kwaliteit dan hoger is. Nou, die kwaliteit die hebben we gemeten. En als we dan naar de pakketjes van motivatie bij de studenten gaan kijken voor en na de start, dan zien we ongeveer de helft eigenlijk hetzelfde pakketje, dezelfde mix van motivatie hebben. Dus die behouden eigenlijk het feit dat ze of heel erg een mooi pakketje hebben, dus een hoge kwaliteit van motivatie. En er zijn natuurlijk ook die soms niet gemotiveerd beginnen. Die zijn er ook zeker helaas bij, maar en die daar ook blijven. Dus met andere woorden, dit zijn studenten die niet veranderen in kwaliteit van motivatie. Dan heb je nog een kleine groep die zegt, wauw, dit is nog leuker dan ik had verwacht. Dus die stijgen in die kwaliteit. En je snapt als je dit optelt dat er dan nog 40% overblijft. Die helaas dus daalt in de kwaliteit van motivatie na de start van de studie. En dat heeft er dus mee te maken doordat ze de realiteit hebben ervaren die niet matcht met het beeld wat zij hadden. En ja, dan raak je teleurgesteld en dan zakt je motivatie in. En het kan ook zo zijn, alles in het begin is spannend, is nieuw. Dan word je wat onzelfverzekerder van. Dat kan ook invloed hebben op je motivatie. Dus er zijn meerdere redenen waarom motivatie zou kunnen dalen. Nou, als we weten dat dat zo is, wat kun je dan doen om die motivatie, althans de goede motivatie, te laten stijgen? En vanuit de zelfdeterminatietheorie, weet een aantal van jullie waarschijnlijk wel al, zijn er drie basisbehoeften als je daaraan werkt in de omgeving waarin je zit, in je studieomgeving, in je werkomgeving, in je relatie, dat je dan kan werken aan je intrinsieke motivatie, maar ook aan de prestaties die je levert en aan je welzijn. En dat zijn drie basisbehoeften die ik even kort toelicht voor degenen die het misschien nog niet kennen. Dat is de behoefte aan autonomie. Dat betekent dat je veel keuzevrijheid hebt, maar ook dat je mag en durft te kiezen wat bij jou past. Dus dat zijn die twee dingen samen. Dan heb je nog de behoefte aan verbondenheid. En dat is gewoon dat je verbonden wilt zijn met andere mensen in je omgeving. Dus dat het ook bij gezellig mag zijn, dat je aansluiting vindt. Daar gaat het hele proefschrift van Jolien over, belongingness, dat heel belangrijk is. Nou, dat is, heeft met deze basisbehoeften te maken. En als laatste competentie, dus dat je je competent voelt in wat je aan het doen bent. Dat het niet te makkelijk is, want dat is ook soms, ik heb ook wel eens meegemaakt dat studenten de opleiding verlaten omdat het te makkelijk en niet uitdagend genoeg is. Maar ook zeker niet te moeilijk. Dus je moet je competent voelen. Het mag natuurlijk, je mag je comfortzone uitrekken, maar op zo'n manier dat het nog, ja, dat je niet faalangstig daarvan wordt. Dus dat je toch nog competent blijft voelen en jezelf ziet groeien met de tijd. Misschien is het leuk om een reflectiemomentje voor jezelf op dit moment te doen met deze drie basisbehoeften. En stel jezelf eens de vraag, in hoeverre past jouw huidige werk bij jou als persoon? Dan is het eigenlijk iets, heeft dat met autonomie te maken, de basisbehoefte autonomie. In hoeverre voel jij je verbonden met anderen op je werk? Dat is die verbondenheid. En in hoeverre voel je jezelf verzekerd, maar ook uitgedaagd in je werk? En geef voor jezelf eens een cijfer op deze drie vragen.
En dan heb ik even al gespiekt wie er dus straks aanwezig was. En dan ben ik heel gemeen en ga ik dus een beurt geven indirect. Ik zag dat Iris Ossenblok aanwezig is. Mag ik jou vragen op welke van de drie heb jij het hoogste cijfer aan jezelf gegeven wat je werk betreft? En op welk van de drie heb je op dit moment het laagste cijfer gegeven? Je hoeft het cijfer zelf niet helemaal te zeggen, maar misschien mag ik het zo aan jou vragen. Hoi. Hoi, oh Iris. Dank voor de beurt, Evelien. even denken. Ja, ik zat ze door te nemen en ik voel me eigenlijk op alle drie wel redelijk hoog scoren. Kijk, wil je dat ik ze doorneem? Of? Heb je, nou ja, welk het hoogst bijvoorbeeld? Ik denk op het moment 1 het hoogst. Oh, fijn. Ja. En 2 misschien op dit moment het laagst, maar zeker door de corona situatie. Dus het vele thuiswerken. Maar normaal gesproken, ja, ik heb wel zeker goede binding ook en een heel leuk team. En veel leuke collega's. Maar ja, voor het vele thuiswerken voel ik me af en toe iets minder verbonden. Ja, heel logisch. Ja. Dankjewel voor je antwoord. Ja, nou ja, zoals ik je ken zit je volgens mij inderdaad op dit moment op de goede plek qua werk. En ik kan me inderdaad heel goed voorstellen, en dat zal voor heel veel mensen gelden, dat vooral dat nummer 2, en dat geldt niet alleen voor werk, maar ook familie, relaties, vriendschappen, dat je je minder verbonden hebt kunnen voelen in die coronatijd. Dus dat dat ook iets kan doen met je motivatie. Althans voor mij, toen ik zeker in het begin thuis zat, toen moest ik soms de motivatie echt uit mijn schoenen trekken, omdat ik gewoon niet die verbondenheid voelde en echt gewoon op een eilandje voelde zitten. En dat is misschien wel herkenbaar voor velen. Nou, dit zijn ook vragen, eigenlijk basisvragen, want ja, verander opleiding in studie, die je aan je studenten kan stellen en eigenlijk waarop de startaanmeter bijvoorbeeld ook gebaseerd is. Dat zijn wat meer vragen om het student wat makkelijk te maken om die te beantwoorden, maar dit is eigenlijk de basis. En om dat te vertalen in schalen die in de startaanmeter zitten, hebben wij bijvoorbeeld bij autonomie gekozen voor de tevredenheid met de studiekeuze. In hoeverre ben je daar tevreden mee en heb je kunnen kiezen wat echt bij jou past. Verbondenheid en sociale integratie, zoals wij dat noemen. Dat is dus die belongenis waar ik het net over had. En die competenties zitten bijvoorbeeld in academische integratie. In hoeverre heeft de student zich kunnen aanpassen aan het hbo-niveau? Want dat is misschien heel anders studeren en leren dan op de middelbare school of op het mbo. En hoe zelfverzekerd en met zelfvertrouwen loopt de student daarin rond? Dat heeft ook met competentie te maken. Dus dit zijn al 4 schalen die aan de 3 basisbehoeften gerelateerd zijn om in kaart te brengen hoe de student erbij zit. En als dit in orde is, mag je ervan uitgaan dat die intrinsieke motivatie, die prestatie en het welzijn stijgt of in ieder geval goed is. Dan leg ik ook de link naar de startaanmeter. Dat is dus eigenlijk een uitvloeisel van de ervaringen die wij met de studiekeuzecheck hebben opgedaan. Het onderzoek wat we daarna hebben gedaan. En de theorieën van de zelfdeterminatietheorie hebben we hier ook ondergelegd. En je moet naar dit, of je moet helemaal niks, maar je mag naar dit verhaal luisteren als in van dat je herkent dat je in je begeleiding al aan het doen bent. En dat herkent en denkt, oh, daarom werkt mijn begeleiding zo goed. Of misschien hebben jullie al instrumenten hier, dat hierop lijkt. En dat je nu ook inziet van, oh ja, dat zijn de elementen waarom het goed werkt. Of als je het instrument nog niet hebt, kun je het ook van ons overnemen. Daar kom ik straks nog even op terug, want wij delen graag onze kennis vanuit Fontys. Gaan door. Dus wat ik al zei, die startaanmeter zit in die keuzecirkel op dat ervaren en dat reflecteren. En wat zit er nou in die startaanmeter? Onder andere die overeenkomst of niet tussen verwachtingen en ervaringen. Ook heel goed om opleidingen daarvan op de hoogte te brengen, omdat zij misschien een heel ander beeld schetsen voor de poort dan dat de student na de poort ervaart. En als dat zo is, moet je natuurlijk iets in je voorlichting. Wat er ook in zit, en dat hebben we net al besproken. Even kijken hoe die verder klikt. Ja, tevredenheid met de studiekeuze, daar hebben we net over gehad. Sociale integratie, academische integratie en motivatie. En dan zit er nog een aantal dingen in waar ik het nog niet over heb gehad. Namelijk informeel contact. Dat heeft natuurlijk ook met verbondenheid en sociale integratie te maken. Zowel met studenten als met de docenten. Zelfvertrouwen heb ik het net wel al over gehad. En dan hebben we het ook bijvoorbeeld over vitaliteit.
Heb jij genoeg energie aan het eind van de dag of überhaupt om jouw studieactiviteiten, om daaraan te kunnen voldoen? Hoe sneller stel je na een tegenslag? Dat soort vragen die met veerkracht en energie te maken hebben. We stellen ook vragen over stress. We vragen hoe vaak ervaar je stress, maar ook hoeveel je op dat moment stress ervaart. Dat zijn natuurlijk twee verschillende vragen. En wat ook een hele leuke vraag is, is hoe gelukkig ben je eigenlijk op een schaal van 1 tot 10? En dan vragen we exclusief je studie en inclusief je studie. En je ziet daar hele leuke, interessante verschillen. Waar ik allemaal hypotheses al in mijn hoofd over heb. Ik heb dat nog niet kunnen uitzoeken, maar je ziet echt wel dat dat soms twee cijfers verschil uitmaakt. Dus een 6 en een 8 bijvoorbeeld. En dan kun je je afvragen, hoe zit dat dan bij zo'n student? En ja, wanneer de student hoger scoort inclusief studie, hoe zit dat dan precies? Of exclusief studie? En je ziet dus dat dit allemaal elementen bevatten om de student te leren kiezen. Stilstaan bij de studiekeuze. Maar ook van hoe zit ik er als mens bij en dat dit welzijnsvragen zijn. Nou, om jullie een beeld te geven hoe dat dan werkt. De student krijgt een uitnodiging, die vult dat in. Wij verplichten dat niet. Het is optioneel, maar je ziet over de jaren heen, we zijn nu volgens mij gaan we het 6e jaar in, ja, dat responspercentage steeds toeneemt. Als de student klaar is na 10 minuten, dan klikt hij op verzend en dan krijgt hij gelijk een uitslag in zijn e-mail. En die uitslag betreft dus een aantal schalen die we terugkoppelen. En waarvan we zeggen van, oké, hier, dit zit helemaal goed. En als het voor ons niet helemaal goed zit, hebben we het zo verwoord dat de student daar iets mee kan. Dus daar niet bang van wordt of niet juist daar op uit gaat vallen. Maar dat we op een positieve wijze dat aan de orde brengen en ook doorverwijzen naar bepaalde externe hulpverlening bijvoorbeeld. Dus wat we eigenlijk doen, en misschien hebben jullie de podcast van Jolien Dopmeijer van de loopbaancoach geluisterd. En daarin vond ik heel erg helder uitgelegd dat bij studenten bij ons sowieso dat stilstaan natuurlijk wat minder vaak doen. En als ze dat al doen en ervaren van oké, dit is er met mij aan de hand, kunnen ze nog niet bestempelen of dat verontrustend is of niet. En of dat normaal is of dat niet normaal is. En die twee dingen, dat is natuurlijk ook heel moeilijk voor een jongere. En als ze dan al zover zijn dat ze denken, nou, hier moet ik toch iets mee. Dan komt er nog de stap om hulp te vragen. Nou, dus dat zijn eigenlijk drie stappen die je moet doorlopen om iets aan je welzijn te kunnen doen. En dat zijn juist de stappen die moeilijk zijn voor een jongere. Dus met dit instrument proberen we die stap 1 en 2 al een beetje, ja, hè, dus dat stilstaan, dat stimuleren we dus vanuit de coaches. Daar kom ik dadelijk nog even op terug. En we zeggen eigenlijk van, oké, dit is normaal. En ja, ik vind het woord normaal een heel erg vervelend woord, maar in ieder geval, dit is prima, je hoeft je nergens zorgen te maken. Of dit, je voelt je nog niet helemaal thuis, maar dat is niet erg, want je bent pas net begonnen. Mocht dat nou zo blijven dan, en dan hebben wij doorverwijsfuncties, ga dan eens met medestudenten praten, met je coach. Dan hebben we ook doorverwijsfuncties naar de studentenbegeleiding en dat soort zaken. En ze kunnen dus een gesprek met een coach aangaan. Dus het is eigenlijk voornamelijk een instrument voor de student zelf. Maar we merken steeds meer dat de studentcoach er ook voordeel van heeft. Want die kan juist die studenten eruit pikken waar het voor nodig is. En we stimuleren ook studentcoaches om aan de hele klas te vragen, vul het allemaal in. Want anders zul je zien dat juist de studenten die het niet nodig hebben, het gaan gebruiken, het instrument. En zo zien we dus ook, eigenlijk kunnen we dus nu, zo na een paar jaar, terwijl die respons stijgt, zien we dus dat steeds meer studenten die het harder nodig hebben, dat die het ook invullen. Omdat die namelijk minder goed scoren op de studiesuccesfactoren. En die studentcoach kan dat natuurlijk ook signaleren, wat ik net zei, hè? Dat normale of niet normale. En ook, dan hoeft de student ook niet om hulp te vragen. Dan zegt de studentcoach zelf van, kom het met mij naar mij toe met die uitslag. En dan is er al een moment en hoeft de student daar zelf niet die stap voor te doen. En als laatste, dat is een mooie bijvangst, is dat we er onderzoek naar kunnen doen. Maar dat we ook wij noemen dat instituten en jullie noemen dat misschien academische faculteiten. Maar dat we die managementinformatie kunnen teruggeven aan management, aan docenten die dus over de jaren heen verschillen gaan zien. Of tussen opleidingen verschillen zien, waardoor je dus echt inzicht krijgt in je eigen eerstejaarsstudenten. Nou, wat levert dat nu op?
De studieloopbaanbegeleiding die gaat het in ieder geval over de juiste ding hebben. Heel veel studieloopbaanbegeleiders doen dat al, maar degenen die dat niet deden, nou, die hebben nu een hulpmiddel daarvoor. Je ziet ook dat het in het onderwijs gebruikt gaat worden, want heel veel studenten moeten portfolio's maken over hun voortgang in het eerste jaar. Nou, en die uitslag van de startaanmeter wordt daar dan gewoon een onderdeel van bij sommige van onze opleidingen. Onze studentenbegeleiding tak komt in beeld. We noemen dat bij FONT de studentenvoorzieningen, waar José Teulen dus de directeur van is. En zoiets hebben jullie natuurlijk ook. En we merken soms dat dat die dienstverlener nog niet voldoende in zicht is bij de studenten, maar ook bij onze eigen docenten. En op die manier kun je dat natuurlijk beter op de kaart zetten, omdat je daarnaar doorverwijst. Wat ook leuk was, is dat iemand uit de middenzeggenschap, een student uit de opleidingscommissie, die zei van, hey, alle studenten vullen dat in, wij willen daar wel eens in kijken en daar iets uithalen. En die hebben dus drie dingen eruit gepikt en aan directie voorgelegd. Nou, wij zien dit, we adviseren hier toch iets meer te gaan doen komend jaar. Dus nu wordt het zelfs als kwaliteitsmiddel door studenten ingezet die hun directie eigenlijk te verantwoording groepen flink groot wordt. Maar in ieder geval zeggen, nou, wat gaan we eraan doen? Kwaliteitszorgcoördinatoren maken er gebruik van. En ons bestuur was dankbaar toen we de instellingstoets kwaliteitszorg hadden, dat we niet alleen rendementcijfers konden oplepelen, maar ook echte studiesuccesfactoren van hoe zit iemand erbij. En niet alleen valt iemand wel of niet uit, maar ook die zachte factoren die belangrijk zijn. Wat we zien is dat we 50% van de uitvallers correct kunnen voorspellen en 80% van de blijvers. Dus we hebben de juiste factoren in beeld blijkbaar om goede voorspellingen te kunnen voldoen. De student zelf vindt dat de uitslag klopt met hoe hij erbij zit. Dus en dat percentage wordt ook steeds beter naar gelang de jaren verstrijken. Maar wat we het belangrijkste vinden is dit. Namelijk, wat doet de student daarmee? En deze wil ik even met jullie doornemen, want sommige studenten hebben ook echt geen aanleiding om het te bespreken. Die zitten gewoon perfect op hun plek en dat is alleen maar bevestiging en die krijgen eigenlijk gewoon een schouderklop en kunnen verder. Dan is er een deel dat het al besproken heeft, 32% afgelopen jaar en 9% was het op dat moment nog van plan. En wat ons doel is die zalmroze kleur van 28%, om die taartpunt kleiner te maken elk jaar. Want we hebben uit analyses kunnen opmaken dat het juist die groep is die het nodig heeft om het wel te bespreken. Dus net zoals bij het invullen zijn er dus natuurlijk type studenten die er geen gebruik van zouden hoeven maken, maar wel doen. Nou, zo gebeurt dat natuurlijk ook bij het bespreken van een uitslag. En we willen dus door middel van het inzetten van die coaches zorgen dat ook die studenten toch die uitslag bespreken, omdat die stap naar het hulpvragen waar ik net over had, zoals Jolien het ook eerder benoemde. Ja, dat gewoon een drempel kan zijn. En het makkelijker is als dat zeker vanuit het eerste jaar even vanuit de andere hoek komt. Dus, de rode draad. Studiekeuzes. Het is mooi als er al meteen een passende keuze wordt gemaakt. Het is nog mooier als je als begeleider je student kan helpen bij het leren kiezen en die vaardigheid kan ontwikkelen. Want dan heeft hij de rest van zijn leven er iets aan. En dat is eigenlijk hoe het ook met die visser gaat waar ik het in het begin over had. Dat is heel kort wat ik wilde vertellen. Mocht je nou geïnteresseerd zijn in de starttermeter als instrument, dan neem je gewoon contact op. Je kunt ook al op de site kijken. Dit zijn instellingen die al met een hele instelling of op een pilotachtige wijze met ons samen die starttermeter inzetten. Want we willen eigenlijk een community gaan creëren waarbij we samen doorontwikkelen en ook samen onderzoek kunnen doen naar de gegevens, omdat je dan natuurlijk dezelfde data verzamelt. En we zien dus dat er steeds nieuwe collega's aanhaken. Dus waarschijnlijk zie je misschien je eigen instelling erbij staan en wist je nog niet dat een aantal collega's binnen jouw instelling daarmee bezig waren. En soms is het ook echt een pilot, hè, een kleine schaal. En soms is het wat groter. En als je nog meer informatie wil over motivatie, over keuzes maken, kun je mij sowieso altijd contacten. Ik vind het ook altijd leuk om op LinkedIn contact te hebben. Dus mocht je dingen willen volgen wat dat betreft, stuur me een verzoekje, dan accepteer ik dat. We hebben ook een hele mooie site als het over het onderzoek naar studiesucces gaat. En dus over de startaanmeter. En ik heb hier drie documentjes ook naast geplakt. Die jullie in de PDF, als jullie erop klikken, ook gelijk op de site komen.
We hebben een boekje Studiesucces bij Fontys ontwikkeld. Samen met Asja Dijkstra, die ik zag net dat ze ook in de meeting zit, heb ik een verdiepingsrapport voor de Vereniging Hogescholen geschreven. Dat gaat over studentsucces en waar begeleiding, welzijn ook wel echt een prominente rol in krijgt. En dat studentsucces echt breder is dan het studiesucces waar we het een aantal jaar geleden over hadden. En mocht je nog geïnteresseerd zijn in het onderzoek, dan kun je mijn proefschrift opvragen bij mij. Dit was, ik zat ook tussendoor even op de klok te kijken, maar volgens mij heb ik precies in de tijd dat het ervoor stond kunnen doen. Ik hoop dat jullie niet te snel vonden gaan en dat jullie er iets aan hebben gehad. Neem contact op met mij en ik weet niet of er nog tijd is voor een vraag, maar dat laat ik even aan Joyce over. Yes. Nou, Eveline, heel erg bedankt. Ik zie allemaal applausteams in beeld. Misschien is het goed om nog heel kort, voordat we gaan overschakelen, we hebben wel echt maar heel kort, dat moet ik even bijzeggen, het woord te geven aan Rose Marijn, want die heeft een tijdje haar hand omhoog. En verder zijn er wat vragen in de chat, maar misschien kan jij daar zo zelf nog even antwoord op geven via de chat, Evelien. Oh, Rose Marijn doet haar handje omlaag, dus ik neem aan dat het dan een foutje was. Oké. Nou, dat was misschien ook van die vraag van in het begin. Ja, dat denk ik. Oké, nou dan wil ik je voor nu echt ontzettend bedanken voor je bijdrage. Ik vond het heel erg interessant, maar ook heel leuk om een keer vanuit een ander perspectief te kijken naar studentenwelzijn, namelijk naar studiekeuze en motivatie. En ik heb in ieder geval heel erg geleerd, ook van de concrete dingen die je aanstipte en meer over de startthermometer te horen. Dus daar wil ik je heel erg voor bedanken. De presentatie wordt nagestuurd, ook met alle doorkliktips erin die je aangaf. Dus dit kunnen jullie nog verwachten. En dan vanuit mij nu ook een virtueel applaus voor jouw bijdrage. Dankjewel, Eveline. Voor nu gaan we overschakelen naar de themasessies. De meeste van jullie zijn dit gewend, maar ik ga toch eventjes een overzichtje te tonen, snel om daarbij te helpen. Jullie hebben allemaal, als het goed is, een overzicht ontvangen met het programma waarin je de verschillende themasessies ziet. Jullie zien hier nog een keer het overzicht van alle themasessies. Jullie mogen helemaal naar wens, naar wat je interessant lijkt, toeschakelen en daar in de aparte MS Teams ruimte de sessie bijwonen. Daar worden jullie weer ontvangen door een moderator en iemand van een stuurgroep die jullie daar verder vertelt over wat daar aan bod zal komen. En daar wordt ook afgesloten in die aparte sessies. Jullie kunnen, als jullie dus willen, om 11:45 weer terug naar de plenaire sessie, waar dan de informatiesessie over studerende moeders en ouders is. Maar in ieder geval voor nu gaan we dus overschakelen. En je kan dus schakelen naar de themasessie bestuurlijk met Willemijn. En Willemijn is van de Universiteit Leiden en vertelt meer daarover de bestuurlijke kant van studentenwelzijn. Hoe agendeer je, hoe organiseer je het? Jullie kunnen overschakelen naar internationale studenten met Caspar Bok, die meer vertelt over het Academic Body Program van de Universiteit Utrecht. Jullie kunnen overschakelen naar professionalisering met Evelien Goor van 113 Zelfmoordpreventie, die meer aangeeft hoe je suïcidepreventie een plek kan geven in het onderwijs. Of naar peer-to-peer met Eve de Rijk en Roos van der Zwet van Platform Limitless, op de Hogeschool Amsterdam. Of naar regionale samenwerking, waar maar liefst twee verschillende sprekers aanwezig zijn. Namelijk Thijs de Jong van Thuisbesmet, die een heel studentennetwerk hebben opgericht. Die daar afstemmen over de invloed van corona. En Oran van STIP Studentenplatform. Dan zou ik zeggen, schakel er maar.